We zijn vanavond in Mechelen voor een heel bijzonder muziekensemble. Moroccan Brass combineert westerse jazz met traditionele Marokkaanse muziek. In dit programma doen we vooral iets met de Gnawa ritmiek. Dat is een speciale orde, zeg maar. Een bijna religieuze Soefi-orde die een speciaal soort ritme en speciale instrumenten gebruikt. Vanavond treden ze op met de Britse trompetist Byron Wallen. I've been involved with Gnawa music for the last at least 10, 12 years now. Since I first heard it, it was something that really I was in love with. Men zegt soms dat de Gnawa aan de oorsprong ligt van de swing in de jazz. Er zijn eigenlijk oorspronkelijk Afrikanen, Sub-Sahara-Afrikanen, die als slaven zijn ingevoerd naar Marokko, die dienst hebben gedaan als elite-soldaten in het leger vroeger, maar die dus hun animistische geloof en hun gezangen hebben gemixt met meer religieuze, islamitische gezangen. Westerse en Zuiderse instrumenten door elkaar. Geen voor de hand liggende combinatie. The trumpet is a Western instrument. It's a man-made metallic brass instrument. It doesn't go with it, the Gnawa at all. I had to develop a way of using the trumpet with the Gnawi that works, because they play in between the notes. They play, you know, in between the rhythms. So it's almost like you have to be able to be like water, you know, like Bruce Lee says, be like water. So, but the sound obviously does fit. Moroccan Brass featuring Byron Wallen treedt in december nog op in Borgerhout en Mol.